We merken dat veel mensen overstappen op een robotmaaier, omdat het leven drukker en drukker wordt, zowel privé als werkmatig. Om een robotmaaier te doen werken, hebben we een installatie van de robotmaaier nodig. Dat is een laadstation en een bekabeling rondom de gazon. Die zorgt ervoor dat de robotmaaier weet waar dat hij mag maaien en waar niet. Dus wij helpen de klanten op de zoektocht naar de ideale robotmaaier door verschillende vragen te stellen over de grootte van de gazon, de complexiteit en de hellingsgraad. En samen met de klant gaan we dan op een plannetje op Google Earth kijken hoe dat de tuin eruit ziet. Net zoals een klassieke grasmaaier is het zo dat een robotmaaier afziet tijdens het jaar. En daarom raden wij een jaarlijks onderhoud aan. En ook bepaalde zaken die moeten vervangen worden, zoals de mesjes, gaan wij in orde brengen. Een robotmaaier, daar zijn altijd nieuwe evoluties in. En als er een software update moet gebeuren, dan gaan we dat ook doen.